We staan allemaal veel te dicht bij elkaar, Bram. Kom op. Stank voor dank. Yes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. We staan hier in het Vondelpark en het wordt straks hartstikke lekker weer. En dan ligt het hier vol met mensen. En bij al die mensen komt natuurlijk ook een heel veel troep. Denk aan pakjes peuken, blikjes, pizzadozen. Nou, die prullenbakken die puilen uit. En dat is een drama. En ik word er altijd heel erg ongelukkig van. Dus ik dacht, ik ga het gewoon beter doen. Ik ga een week lang proberen geen afval te produceren. Jij gaat dus werk maken van een schonere wereld, als ik het zo begrijp. Dat is precies wat ik ga doen. Ja. Nou, ik vind het heel knap dat je dat gaat doen. Ik verwacht niet dat het je gaat lukken. Dankjewel. Maar ik wens je wel heel veel succes. Hè? Zo ben ik dat ook alweer. Ik ben onderweg naar de supermarkt. En niet een gewone supermarkt, maar een eco-supermarkt. Ik ben namelijk deze week de challenge aangegaan om zo min mogelijk weg te gooien. Dus ik heb mijn eigen zakje meegenomen. Lekker vies is die. We gaan dus naar de eco-supermarkt omdat ik denk dat daar minder verpakking om eet zitten. Maar dat gaan we even zien nu. Nou, ik sta nu in de supermarkt. En zoals je ziet, alle groentes en fruit, die zijn bijna allemaal niet verpakt. Maar verder is eigenlijk alles verpakt hier. En hier ook bijvoorbeeld de aardappelen. Die zijn allemaal verpakt. En hier ook wel wat verpakkingen. Dus het is echt zo makkelijk nog niet. Nou, zoals je ziet hier, dit is een normaal oud brood. Het is allemaal verpakt. Alle kazen, die zijn ook verpakt. En hier ook, ja, een en al verpakking. Dus je staat zelfs in zo'n biowinkel, krijg je het gewoon niet voor elkaar om eten en drinken te scoren zonder verpakking. Nou, ik heb dus echt hondenvoer nog nodig en ik stel voor het schat met hondenvoer. Zoals je ziet heeft dit ook allemaal een verpakking. Maar goed, dit moet ik echt kopen, dus ik ga toch een blikje meenemen. Nou, nu heb ik mijn boodschapjes gedaan. Het is vooral heel veel groenten en een blik hondenvoer. Maar goed, die moest ik gewoon echt hebben. Terwijl Moïse een week lang zo min mogelijk afval gaat gebruiken, ga ik gewoon doen wat ik altijd doe. Dan kunnen we aan het eind van de week het verschil meten. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoeveel afval ik nou produceer in de week. Zo, ik ben lekker thuis soep aan het maken van alle groentes die ik anders had weggegooid. Dus deze die kunnen daar net nog. En normaal snij ik dus die bovenkantjes eraf. Als je toch gaat pureren. Ik ga ze vandaag met je laten zitten en ik denk toch dat je het niet proeft. En dan heb je geen waste. Door deze challenge ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe ervoor gezorgd wordt dat het afval in Nederland verwerkt wordt. Vandaag mogen wij op snuffelstage bij Henk. En Henk, die leegt met passie ondergrondse containers. Wat zien we er prachtig uit, hè, Mo. Het matcht ook mooi met je nagels. En met jouw haar. Dankjewel. Wij gaan meelopen vandaag met jou. Nou, gezellig, leuk. Wat je hebt ook doen? Een prachtig apparaatje bij je. Daar kan je vast dat ding mee besturen. Ja, dat is als bediening van de kraan. Mogen wij dat ook doen? Nee. Oh. Wij doen de ondergrondse containers legen. Ah. En dat kan alleen maar met een kraan. Dus. Zullen we beginnen? Ik zie daar een paar bakken staan. Ja, alleen oranje. Ik doe alleen plastic. Zit die altijd helemaal vol? Ja. Het is niet te geloven hoeveel plastic er in de wereld wordt gebruikt. Ja? Nou, ik ben benieuwd hoe groot die bak is dan, maar die gaan we nu ook zien. Ja, dat ga je ook verbazen. Die is echt groot. Nou, laten we hem gaan taarten. Ja, we zetten nou de afstandsbediening aan. Veiligheidsknop. Ja. En nu kan ik dus de kraan gaan bedienen. Maar dit wil je niet tegen je hoofd krijgen. Nee, dat ding weegt 200 kilo, daar wil je niks mee. Nee. Nu moet ik hem de panel trekken. Ja? Kijk, die trekt die panel, zie je? Het is wel een grote bak. Kijk, als het goed is, is het bakje leeg. En al die dingen die dan nu wegwaaien, moeten we die eigenlijk... Ja, dan ga ik zo meteen achteraan rennen en zo. Oké, dus eigenlijk... Nee. Ja, we nemen het heel serieus vandaag. Het is toch best wel een klus. Als je 12 van die bakken met dit wat dus wegwaait in een uur moet doen... Bram doet al 5 minuten over vuilniswapen. Vind je het nou ook wel spannend? Ja, ja zeker. Ik vind het superleuk werk. Ja. Ik doe het nog maar kort. En ik ga elke dag met veel plezier... aan het werk. Maar jij laat ze elke dag een poepje ruiken? Als je het zo wil noemen. Zo ruikt het wel in ieder geval. Zo ruikt het wel. Nou, ik denk dat we door moeten, want we moeten nog komend uur 11 bakken. Nou, we staan hier naast deze mooie oranje bak. En die gaan wij legen, want deze mevrouw heeft haar telefoon erin laten vallen, hè? Ja klopt, ja. Kijk, daar gaan ze. Ik had nooit zo bewust gekeken naar hoe dit eigenlijk ging, tot vandaag. En ik heb opeens veel meer respect gekregen hiervoor ook.
Wat is nu de bedoeling? Ik ga hem even aan de andere kant zetten. Kijk die bak eraf zetten en dan kunnen we even zoeken. Oké, okay. Ja, dat is goed. Hij zegt ook rustig even tegen mij van, dan kan jij even zoeken. Dat is mooi makkelijk. Ja? Godverdomme. Ja, kom maar. Ja, zet maar neer. Het ziet bijna alsof jij dit vaker hebt gedaan. Perfect. Iemand heeft een heel leuk feestje gehad. Ja. Oké, we gaan bellen. Ik voel iets trillen. Ja? Ja. Volgens mij wel, kan dat? Maar je voelt door dat ijzer, voel je het als je gewoon helemaal stil staat. Er gaat nog de telefoon. Oh, ze gooit de andere telefoon er ook bij. Oh, dat deed ik, sorry. Misschien ben ik toch niet zo goed. Je maakt het probleem alleen maar erger, Mo. Het is wel echt een stuk fijner om dit te doen. Kijk eens, dat is ziek. Ja! Oh. Ik denk dat dat hem is. Ja, dat is hem, ja. Nou. Top. Geweldig. Super, dankjewel. Henk, wij gaan er weer vandoor, dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Ja. Graag gedaan. Succes nog met al die bakken. Komt helemaal goed. Je kan het. Yo. Ik was dus lekker aan het schoonmaken. Toen was mijn schoonmaakmiddel op. En ik ben er dus achter dat er is helemaal geen refill van schoonmaakmiddelen. Dus deze twee moet ik nu weggooien. Maar ik kan deze week geen nieuwe kopen. Want dat doe ik niet. Dus ik kan niet verder met schoonmaken. Dus mijn huis is even een rotzooi deze week. Soms dan heb je gewoon eventjes geen zin om te koken. Zo dus ook vandaag. En dat betekent een kant-en-klaar lasagne. In plastic dan wel. Jammer. Kut, dus andersom. Dat ziet er lekker uit. Vandaag dag 4. Ik ben net over de helft. En al zeg ik het zelf, het gaat best wel goed. Ik heb alleen dan de schoonmaakflessen weg moeten gooien. Dus er zitten wat tasjes, broodtasjes in. Dus wat papieren zakjes. En een zak hondenvoer. Of niet hondenvoer, maar de zak. En verder gaat het tot nu toe goed. Maar ik verwacht eind van de week dat er nog wat dingen leeg zijn. En die moet ik er dan wel bij gaan gooien. Oké, Bram, tijd voor het echte werk. Ja. De vuilnisbakken. Even de handjes vuil maken. Zo, hè? Nou, maar echt. We moeten ze een beetje voor neerzetten en dan één bak ertussen, heb ik begrepen. Zo, en dan perfect. Tegen de rand aan en dit moet dus voor. Ja, dan doe je dat goed, Mo. Ja, dank je. Oh ja, kijk. Kijk eens, perfect. Krijg je sop, anders krijg je de bak voor je bek. Dat jij daar gaat staan en dat je denkt zo, woep. Je moet die bakken wel wat verder uit elkaar zetten, man. Ja, maar dat mag jij doen. Nee, je maakt er nu een rommeltje van. Ja, maar Bram... Ik heb het gevoel dat je werk niet serieus neemt. Het mocht niet in de bocht. Dus ja, ik dacht, dan kan ik ze beter wat dichter bij elkaar zetten. Nee, ik vind het oprecht leuker werk dan wat ik had gedacht. Je hebt er best wel een vooroordeel van. Ja. En ik merk nu echt dat ik dit eigenlijk echt vet vind. En ook om te zien eigenlijk hoe schandalig veel mensen weggooien. Het is echt bizar, vind ik dit. Hier zit wel een luchtje aan. Ze staan allemaal veel te dicht bij elkaar, Bram. Kom op. Stank voor dank. Kat in het bakkie. Nou, je doet je stinkende best. Absoluut. Stinkend rijk worden. Dit wordt zo'n lange dag. Dag jongens. Prima. Dag Marco. Is het niet Marco? Je zit niet op TikTok, hè? Nee, we hebben het ontzettend goed gedaan, dan zeg ik het zelf. Zeker weten. Ik zeg tijd voor een bakkie. Zo. Ik heb dus een hond en als hij zijn behoefte moet doen, dan moet ik dat natuurlijk opruimen met een poepzakje. Maar we willen niks verspillen, dus we gaan geen poepzakje gebruiken, maar een schepje. Hé, Klaas? Ja, kom. Jee. Zo leuk, hond. Staat op lang vers, maar die zijn wel mooi over datum. Zo zonde. Het was heel lekker, maar net iets te veel. Ik ben naar verpakkingsarme winkel gegaan. En je ziet hier overal, dit zijn allemaal rijstsoorten, muesli. Ze hebben echt alles, noten, noem maar op. Het idee is dus dat je zelf een bakje of een zakje meeneemt. Ik geloof dat je ook 5% korting krijgt als je zelf een zakje meeneemt. Om zo te supporten dat je geen plastic verbruikt. Dus ik ga even rondsnuffelen en kijken of ik hier mijn boodschappen ga doen. Na onze ochtend met Henk op de vuilniswagen komen we aan op de plek waar het afval uiteindelijk verzameld wordt.
Eerst eens kijken of onze nieuwe baas over ons te spreken is. Nou, we hebben vandaag een dagje meegelopen en het valt mij mee. Ja, hoe vies we zijn geworden. We zijn best wel schoon nog steeds. Nou, daar ben ik blij om. Dat hoop ik ook graag. Niet alleen omdat we vinden dat we hygiënisch moeten werken. Ja. Het gaat om jullie gezondheid. Het gaat om de gezondheid van de mensen waar het afval vandaan komt. Ja. En als jullie schoon zijn gebleven, denk ik dat we hygiënisch en schoon hebben gewerkt. En dat willen we ook graag. Per jaar produceert iedereen in Nederland zo'n 500 kilo afval per persoon. Rond de 60% daarvan leveren we gescheiden in. En ik moet zeggen, ik schrik wel van deze getallen. En dat niet alleen. Ik vind het ook. Jij gaat echt slecht nu? Zo. Hoe kan ik dat? Ik probeer me echt in te houden. Ja, ik kan niet tegen... Oh. Ja, je gaat niet kotsen hoor, Bram. Wel dan daar. Ik probeer me echt in te houden. Maar hoe kan dat dan? Ja, door die lucht. Ja, maar probeer door je mond ademen. Dan ruik je het niet. Goeie tip. Deze. Ja, hoeveel afval zal hier dan liggen? Nou, ik denk een beetje... Als ik een feestje heb gehad, dan is dit wat er overblijft. Ja, heb jij van die gore feestjes thuis? Geen commentaar. Als die wat te ver doorrijdt, dan kiepert hij zo zelf hierin. Hè? Oh, ja, dat is een hoop plastic. Oh. Holy moly. Dit is echt niet normaal. Ik dacht dat er al heel veel uitviel, maar dat was pas het begin. Ja. Oh. Het is ook best wel satisfying om dit te zien. Oh, oh, dit hebben wij net allemaal opgehaald, hè? Zo, we hebben goed gewerkt vandaag, hoor. Zo. Morning, ik ga nu naar een draaidag van mijn nieuwe gasten. En ik heb mijn eigen waterdrinkbeker mee. Omdat het niet normaal is hoeveel flesjes water ik anders weggooi. Dus deze blijf ik voorlopig inhouden. Nou, Mo, de week zit erop. Het is niet gelukt, hè? Het is zonder afval. Niet helemaal gelukt. Ik ben er echt achter dat het ongelooflijk moeilijk is. Ja, want je hebt wel je best gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan, maar het is gewoon echt heel moeilijk. En soms heb je dan wel een... papieren variant op een plastic zakje bijvoorbeeld, maar geen afval is gewoon echt onmogelijk. Eindconclusie, je kan dus niet leven zonder afval. Nee, het is echt onmogelijk. Maar gelukkig zijn er dan nog sectoren en daar vind je mensen zoals Henk. Henk is een topper en wil jij nou hier meer over weten of wil je een collega worden van Henk, dan kan je naar... maakwerkvaneenschonerewereld.nl. Nou... Het was met weekje weer wel, hè, Mo? Zo. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Later.